gegeven moment ook wel in dat hij hulp nodig heeft. Dus hij gaat naar therapeut, naar Alice. En daar heeft Ludo op een gegeven moment ontzettend veel weerstand tegen. Maar hij laat zich toch overhalen om met truffels te gaan trippen. In het verhaal valt Ludo in het bos dwars door de bladeren heen en is hij opeens onder water. Normaal, als je tript, gebeurt dat in je hoofd, maar hier moest dat verbeeld worden. Dus ik moest ook echt het water in en daar kwam het echte werk, want ik kreeg zwemles eigenlijk. Het grootste verschil tussen onderwaterfilmen of bovenwaterfilmen is dat het eigenlijk heel lang duurt altijd. Het kost altijd heel veel tijd om een shotje te maken onder water. Als je naar beneden gaat en weer omhoog, dan moet je weer wat uitleggen. Ja, dat duurt altijd net even wat langer dan als je gewoon in een kamer staat en zegt, nou, je moet even dit en dat anders doen. Het was avond en dat was niet voor niks, want ze hadden het zwembad verduisterd en het water helemaal donker gemaakt. Waar normaal het zwembad een blauwe vloer heeft, waren hier zwarte matten neergelegd, waardoor het water eigenlijk inktzwart al werd. En alle lichten uit in het zwembad, buiten was het donker. En alleen maar één spot onder water om een geheimzinnig licht te verspreiden in het water. Dat pak wat ik aan had, dat ving zoveel lucht. Dus de gewichten waar ik mee had geoefend, die genoeg waren om te zinken, die waren nu niet afdoende. Dus zijn er gaten in die jasje nog geknipt. En ik kreeg op een gegeven moment ook nog weer in de binnenzakken allemaal stukjes lood. Nou, en uiteindelijk vonden we dan precies de combinatie waardoor ik langzaam naar beneden zakte. En als ik dan wat lucht losliet uit mijn mond, dan zakte ik wat verder telkens. En zo kon ik het een beetje sturen. Erik was echt een hele fijne acteur, kon heel goed onder water blijven, heel lang. Op de zondag voor de opnames, toen we gingen oefenen, kon ik ruim een minuut mijn adem inhouden. En onder water ging dat ook nog. Maar toen ik eenmaal met pakken en gewichten onder water moest zijn, 3 uur lang, was een halve minuut op een gegeven moment wel voldoende. Het is best wel zwaar. Ik moet heel veel drinken tussendoor. Want als ik dat niet doe, dan lig ik echt met hoofdpijn en uitgeteld op de bank 's avonds. Ik heb een speciaal, dat noem je volgelaatsmasker. Dus dan is het echt van hier tot hier heb ik 1 masker en dan kan ik praten. Dan zit ik met een kabel vast aan de kant met een apparaatje waardoor je mij kan horen en je kan terugpraten. Onder water hadden ze speakers geplaatst. Dus je kon, terwijl ik onder water zweefde, kon ik de communicatie horen tussen de techniek. Als je onder water bent, dat je nog even aanwijzen kan zeggen, oh, kijk naar links, kijk naar rechts, doe je ogen open, doe je ogen dicht, dat soort dingen. En dat kan je heel makkelijk horen onder water, omdat het geluid heel goed. Camera, lot. In het begin toen ik het script las, dacht ik wel even, oh, wat gaan we nu krijgen, want ik heb dit nooit eerder hoeven spelen. Maar met die oefening erbij en s'avonds in dat zwembad liggen met alle mensen eromheen en onder water en dat geheimzinnige licht. En de beelden die ik daarna even terugzag van wat er allemaal opgenomen was. Nou, dat was voor mij een van de meest bijzondere opnamedagen die ik in 25 jaar heb meegemaakt eigenlijk. Dat was heel mooi.